staan voor de wedstrijd VVV ADO Den Haag, de bekerfinale. Wat is er zo leuk aan damesvoetbal? Ja, damesvoetbal is tegenwoordig modern, snel, flitsend, goed. Ziet er professioneel uit. Ja, wat is het mooiste in het leven? Dat zijn dames. En dan ook naar voetbal, dat is toch helemaal compleet. Ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik voetbal zelf ook. Ja, de vrouwen, hè? Altijd mooi. Ik kan meer voor vrouwen als voor mannen natuurlijk. Wat moet er nou eigenlijk gebeuren om de vrouwen meer in de aandacht te krijgen? Ik denk gewoon betere sponsoring en dat er wat geld in wordt gepompt en dan komt het best goed, denk ik. Ik denk dat er meer aandacht besteed moet worden op televisie, zoals Eredivisie Live of Studio Sport. Want daar is heel weinig aandacht bij. Dat is de snel groeiende sport in Nederland, dus moet meer aandacht krijgen. Ja, veel publiciteit, hè. En de organisatie is goed, denk ik, tegenwoordig. Dus het kan alleen maar beter worden. Ja, gewoon meer sporters, meer sfeer. Ja. Dan komt het helemaal goed. Ja. Wat wordt het vandaag? Met welke uitslag? 3-0. Ik denk 2-1 winst gaan ze naar Venlo. Ik zeg 4-0. 1-2 voor VVV Venlo. Ze gaan winnen met 5-0. 3-1 voor ADO. Pakken de ADO-dames de dubbel? Nadat in april het kampioenschap was binnengesleept, stond zondag de bekerfinale tegen VVV op het programma. In het eigen Kyocera stadion konden de dames van Sarina Wiegman presteren wat de heren nog nooit lukte. Onze speciale aandacht ging uit naar centrumspits Lisanne Grimberg en vertrekkende centrale verdedigster Mandy van den Berg. Hebben jullie heel goed gedaan, 5-2. Dat was, op het oog was het een makje, was dat ook zo? Nou ja, in het veld ervaar je dat toch anders. Want je weet toch altijd dat de tegenstander met die snelheid die zij voorin hebben gevaarlijk kunnen gaan worden. Dus het blijft wel echt spannend op het moment dat je in het veld staat. Alleen ja, we hebben wel van tevoren tegen elkaar gezegd, meiden, wij zijn beter dan VVV. En dat klasseverschil, niveauverschil moeten we gewoon, dan moeten we uitdrukken in doelpunten en het verschil. En ik denk uiteindelijk die 5-2 die op het scorebord staat, laat dat wel heel goed zien. Wat een geweldige wedstrijd was dit. Ja, dit is echt fantastisch. Hier werk je het hele seizoen voor. En als je het dan zo in dit stadion met deze fans en met zo'n score mag beëindigen, ja, dat is echt fantastisch. Het was voor jou persoonlijk ook wel een lekker wedstrijdje. 2 goals, 2 assists. Ja, het ging goed. Ik had nog een enorme kans die ik een beetje verprutste. Maar gelukkig scoor je er dan eentje nog. En die laatste, die 5-2, dat is dan wel echt de bevrijdende treffer. Dat je denkt van, we gaan het redden en we pakken die beker gewoon. Dus dat is wel echt een heerlijk gevoel, ja. Perfecte manier om je carrière in ieder geval bij ADO te stoppen. Want je gaat naar Zweden. Waarom? Ik ga naar Zweden om daar mij op voetbalgebied verder te ontwikkelen. En dat wil niet zeggen dat ik bij ADO niks meer kan leren en dat ik uitgeleerd ben. Alleen na 5 jaar ADO Den Haag heb ik het gevoel dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging, nieuwe stap. Plus dat ik altijd ervan heb gedroomd om ooit eens in het buitenland te voetballen in een competitie waar voetbal echt gewaardeerd wordt in het land. En waar ik echt als een prof kan leven en 7 dagen in de week 2 keer per dag kan trainen. En dat ligt hier helaas nog niet binnen de mogelijkheden. Dus vandaar dat ik de stap ga maken. Maar dat heeft absoluut niks met ADO Den Haag te maken, want dat ga ik zeker heel erg missen. Wat moet er gebeuren voordat de damesvoetbal meer in de belangstelling komt te staan? Ik denk dat het sowieso op de tv moet worden uitgezonden. Dat is mooi, want als je op tv komt heb je meer potentie voor sponsoren. En dan krijg je meer geld, meer marketing en zo is het een vicieuze cirkel. Dus we moeten de stap maken om de televisie erbij te krijgen en dan kunnen we echt verder.
Nou, wat er moet gebeuren is dat we vooral deze lijn moeten doortrekken. Want ja, als je ziet wat voor voetbal wij bij Vlagen maar steeds meer de gele wedstrijd gaan spelen, dan denk ik dat het veel meer aantrekkelijk is dan vaak het rosvoetbal wat elders bij Heren wordt gespeeld. Ook niet overal, maar goed, hè, in de grote lijn. Dat wij wat tactischer en technischer spelen. Maar ja, wij trainen ons echt letterlijk de poot uit ons lijf. En we geven er echt alles voor. En die lijn moeten we doortrekken. En dan denk ik dat er langzaamaan, want we kunnen ook niet verwachten dat binnen 2 jaar hier het hele stadion vol zit. Maar er zal ooit een moment komen, dan zit het hier helemaal vol voor een vrouwenvoetbalwedstrijd.